kan er maar beter vooruit komen. Conventies zijn nog steeds niet erg best aan me besteed. Dus zoals ik het al een paar jaar met enige regelmaat doe. Laat maar weer eventjes. Heel eventjes. Oei. Kijk of dat nog eens even lukt. Ja, bij het handtasje. Oei, bij het handtasje. Zijn vader zit heel, heel dichtbij, nog steeds in zijn hoofd, bij alles wat hij doet en zegt. Het is echt zijn referentiekader. Hij was zijn rolmodel. Dus ik hoor hem zo vaak zeggen, papa zou zeggen, of papa zou dit vinden, of was papa hier maar. Ik denk niet letterlijk dagelijks meer aan hem, maar... ik vind het onvergetelijk dat hij niet fysiek meer rondloopt. Ik kan, wat ik al eerder heb gedaan, half uur of drie kwartier op zijn graf liggen als het warm genoeg is of als het kouder is. En mezelf de illusie geven dat ik met hem samen ben, dat ik hem opzoek. Al is dat plekje alleen maar een eikpunt. En het is ook best wel voor mij best wel soms een soort van bijzondere ervaring geweest om te merken dat hij zich dan afvroeg hoe dat in die kist er nu uit zou zien. Dat wil ik helemaal me niet voorstellen. Hij wel, dat zijn feiten die hij nodig heeft. Ik geef mezelf wel eens vaker het gevoel of de gedachte in dat ik hem nodig heb. En dat heeft ook veel te maken met hoe ik met hem sprak, waar we over spraken, wat ons allebei bezig hield. En er zijn ook momenten geweest dat ik wanhopig werd en riep, ik ben papa niet en ik kan papa nooit worden en zo. Omdat ik dacht dat ik tekort kwam. Dat is over. Ik bedoel, ik weet nu dat onze relatie is die van een moeder met een zoon. Maar ik kan niet zijn vader worden en dat zal ik ook nooit worden. Ik kan alleen soms wel gissen wat zijn vader gezegd zou hebben of gevonden zou hebben. Omdat wij, godzijdank, wel heel veel met elkaar gepraat hebben. Ik beken nog eventjes voor alle duidelijkheid. Ik ben er waarschijnlijk wel de enige rare kwiet die zo ongeveer een halve conferentie gaat houden op een begraafplaats. Op mijn vaders steen. Maar... ik meen wel oprecht wat ik vertelde. Met alle taal die ik in me heb en met alle emoties die ik in me heb, kan ik geen... voldoende waarde en intentie en gewicht geven aan de hoeveelheid gemis die ik heb bij het feit dat die man niet meer rondloopt.